In finale boys 12, daarna de laatste Marijs Moeders, Sven Bees, Ernst Thijs, Kiel, Daven, Estrooi, Timmelen, Leu, Lucas, Jongens, Joep de Pong gaat met elkaar de strijd aan. Daar is Thijs Moeders op dit moment die vooraan gaat en achtervolging zie ik daar de man van Nederland. Smulders en Derksen vanuit de Mikos natuurlijk. Maar ook de drie teams zit daar nog tussen met Joep de Pong natuurlijk. Die ook weer mee wil gaan dagen hier in deze prijzenkast vandaag. En de B-finale toch nog vanmiddag van aanschrijven. Maar vooralsnog is het Thijs Moeders hoor. Thijs Moeders de hele dag al lekker sterk hier en die B-finale gaat hij gaan aanschrijven. Daar heeft hij voor getekend vooraf denk ik. En dat vindt hij mooi. Dat vindt hij leuk. Vind ik ook leuk, ik vind alles leuk. Maar op dit moment wordt het spannend. Oh, wat een mooie aanval daar van de boekje daar binnen doorkomt op de man van Aarde. Maar het is Adriaanse die de positie in hand houdt. De boek op de derde positie. Maar het is Thijs Moeders die de overwinning van deze D-finale meeneemt naar Erp.